Meneer Poeken, maandag 26 januari. U gaat s'morgens om 8:15 half negen uw hond uitlaten, zoals gewoonlijk. En wat gebeurde er toen? Nou ja, ik liep hier ook en hij begon te trekken. En hij loopt regelrecht op dat hek af daar ook. En ik ga kijken en dan vind ik dan een Bouvier. Ja, dood. En nou ja, ik was zo van kaart. Ik zie ze zijn bekstuk waar zijn bloed uit zijn oor vandaan kwam. Nou, ik ben rechtstreeks, anders laat ik mijn hond hier normaal eventjes verder uitlopen en zo. Nou, ik was finaal kapot. Ik ben meteen teruggegaan. En ik heb mijn vrouw verteld. Nou ja, de hele dag van streek geweest en van slag. Totdat mijn vrouw het vertelde aan de dierenwinkel. En die heeft er werk van gemaakt om de politie erbij te halen en zo. Omdat ik hier geen weg of zeg weet. En die heeft het verder in handen genomen. Nou ja, en dat was eigenlijk mijn hele verhaal. Hoe is de hond dood gegaan volgens u? Mijn lekenverstand dacht ik dat ze hem opgehangen hadden. Want ik dacht in de eerste instantie zo gezien had dat ze tong een half uit zijn bek hing. En bloed uit zijn oren. En ik dacht, nou, die hebben ze opgehangen en ze kop ingeslagen. Dat dacht ik. Nou, hier heeft de hond gelegen. Hier lees zijn kont. En daar lees zijn kop. Tot hier. Deze grote. Want kijk, je kan de plekken nog zien. Zie je het? Naast mij staat hier Koopmans van de politie Hoorn. Meneer Koopmans, u heeft maandag de melding binnengekregen over de gevonden Bouvier. En wat was uw eerste indruk hierover? De eerste indruk, ja, we kregen een telefoontje namens Amivedi. En we zijn onmiddellijk met die mensen van Amivedi te plaatsen gegaan. En we troffen hier een Bouvier met een bloedende bek aan. En eigenlijk op een beestachtige manier afgeslacht. Hij had een touw om zijn muil of om zijn bek heen genomen worden, hoe je dat ook noemen wil. En ja, we wisten ook niet goed wat we mee aan moesten. Duidelijk was dat de hond slachtoffer geworden was van een misdrijf. Het zij van de baas, het zij van iemand anders. We hebben de hond vervolgens meegenomen. En we zijn ermee naar de dierenarts gegaan. En we hebben de dierenarts de hond laten onderzoeken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de hond met een vermoedelijke windbuks 5 keer in de linker gehoorgang was geschoten. En daarna nog enkele klappen met een stomp hard voorwerp op zijn hoofd heeft gehad. Ons onderzoek zelf dat liep eigenlijk vrij snel vast. En op donderdag hebben wij een advertentie in de krant laten zetten. En we hebben het publiek gevraagd om mee te werken om de eigenaar van de hond te achterhalen. We hebben erop enkele reacties gekregen. En ik kan eigenlijk zeggen dat we afgelopen vrijdag aan de hand van die tips de dader die de hond heeft vermoord hebben kunnen achterhalen. En de man is inmiddels gehoord door de politie en weer ingezonden. De reden dat hij de hond op deze beestachtige manier heeft afgemaakt, heeft hij ook gegeven nu? Als motief voerde de man aan dat hij een geldgebrek had. Ze zaten vreselijk in financiële nood. De dierenarts was te duur om de hond te laten af te spuiten. Het asiel was te duur om de hond daarin te laten op te nemen. En de enige uitweg voor deze mensen die was gewoon om de hond op deze manier dood te maken. Ja, de hond, was die vals of zo? Of was daar iets mee? Was hij ziek? Nee, dat heeft de man er zelf ook verklaard. Het was een gezonde, lieve hond die eigenlijk heel goed in het gezin paste. Zuiver financiële motieven hebben hier gewoon een rol gespeeld. Die hond, heeft hij niet een vreselijke doodstrijd gehad? Ik bedoel, het klinkt misschien wel een beetje ook beestachtig, maar als een gewone kogel de hersens ingaat, is het in principe in één keer gebeurd. Maar eigenlijk deze kogeltjes duurt veel te lang, neem ik aan. Omdat een windbukskogel eigenlijk heel weinig kracht heeft en de hond hier gewoon omgevallen is, heeft het ongeveer 10 minuten geduurd voordat de hond na slagen en schoten is overleden. De mensen zitten dus inderdaad in financiële problemen. Is er dan een oplossing daarvoor dat de mensen zeggen van nou, ik wil wel van mijn hond af, maar... Wij stellen die mensen dan voor die dus echt helemaal geen uitweg meer weten met hun beesten. Neem even contact op met de politie of met Amivedi. En we kunnen altijd een passende uitweg zoeken. Dit is niet de oplossing.